Rouwtradities moeten in stand worden gehouden en moeten zoveel als mogelijk doorgegeven worden aan opkomende generaties. Dit zei Precis Ronaldo Galant van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, maandag bij de opening van de expositie en lezingencyclus die in het teken staan van goede rouwverwerking. De expositie en lezingencyclus worden in het kader van het 45-jarig bestaan van het Provinciaal Archief en 110-jarig bestaan van het Jubileumfonds van de Evangelische Broedergemeente gehouden. Bij de expositie zijn er klederdrachten te zien die in de verschillende fasen van de rouwperiode van een jaar door de directe familie worden gedragen. Verder werden kleding en attributen van afleggers en kistendragers, evenals diverse modellen doodskisten. Galant benadrukte dat het belangrijk is om de verschillende tradities bij rouwverwerking vast te leggen. Zodat het bewaard wordt voor ons, maar ook voor het nageslacht. Hier, dit hierbij zeggende, neem ik dan de schaar over van mijn broeder. En met het doorknippen van de lint acht ik dan deze tentoonstelling over rouw, de dood en rouwverwerking als te zijn geopend. Beide, hè? Ja. Ja. De lezingen zijn bedoeld om inzicht te geven en kennis over te dragen over de verschillende aspecten van rouw voor en na de begrafenis of crematie. Elke avond deze week wordt een ander aspect daarvan ingeleid. De systematische opbouw van een traditionele singinity en een geschiedenis van het dragerswerk zullen daarbij besproken worden. Dominee Johan Rooser zei dat EBGS een gigantische rijkdom heeft aan kennis. Echter worden de bronnen steeds minder. Omdat de mensen oud worden en we moeten dus naar de orale bronnen gaan om de dingen vast te leggen, zodat we ook op een goed moment een gedragen verhaal kunnen vertellen aan alles en iedereen over deze rijkdom die we hebben als evangelische broedergemeente. De expositie en lezingencyclus van de Evangelische Broedergemeente Suriname duurt tot en met vrijdag 11 augustus.